suikers zorgen voor afgifte van de stof dopamine in de hersenen. Deze stof stimuleert je om meer zoetigheid te eten of te drinken. Te veel suiker zorgt voor een overbelasting van je alvleesklier die insuline moet aanmaken. Dit vergroot de kans op diabetes type 2. Door te veel suiker te eten krijg je snel te veel energie binnen. Dat wordt bewaard als vet en kan tot overgewicht leiden. Daardoor loop je meer risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Dat is geen mooi vooruitzicht, toch? Gelukkig kunnen we ook prima met minder suiker af. Wil jij ook minder suiker gebruiken? Yes! Mooi! Om je alvast op weg te helpen met afkicken van suiker, vertellen we je graag over de alternatieven.